belangrijk. Zweten, zwoegen en zandhappen. Het was aanpoten vandaag voor de ongeveer 70 kinderen die meededen aan het SKSG Beach Soccer Toernooi. 9 buitenschoolse opvangteams streden bij het zonovergoten Kardingen om een van deze prachtige glanzende bokalen. De bekers zijn mooi, maar winnen is vandaag niet het hoofddoel. Waar hoopt de organisatie op? Dat de kinderen allemaal heel veel plezier hebben en dat ze allemaal dood op zijn aan het eind van de dag. Voor kapot gaan zijn de jongens van Team Waterrijk niet bang. De afgelopen weken hebben ze goed getraind in de gymzaal. Daarnaast maken ze speciale teamshirts voor vandaag. En als onderdeel van de voorbereiding zijn ook de tegenstanders al grondig onder de loep genomen. Nou, goed. Ja. Ja, goed. Maar we hebben nog niet alle gezien. Maar ze lijken wel goed. Makkelijk zal het dus niet worden. Maar het zelfvertrouwen is groot. Want wie gaat er met de beker vandoor vandaag? Nou, wij! Natuurlijk! Hebben jullie ook een jel, toevallig? Ja. Jel. SKSG Waterrijk Winterjel. Hey. Ook de coach van de Waterrijk Boys ziet alle kansen voor haar team. Ik ga ervan uit dat ze goed getraind zijn, want ze zitten allemaal op voetbal. Dus ze heeft er vertrouwen in. Ja, ik heb er zeker vertrouwen in. Absoluut. Dan is het zover. De hesjes gaan om de schouders. Bal wordt op de middenstip gelegd. En de jongens trappen af voor hun eerste wedstrijd van vandaag. En het gaat hard tegen hard. Beide teams worstelen zich door het mulle zand. De trainingen in de gymzaal werpen tijdens deze eerste wedstrijd nog geen vruchten af. 3 goals krijgen de jongens van Waterrijk uiteindelijk om de oren. En zelf scoren ze niet. Teleurgesteld druipen ze af richting de limonade. Hun coach houdt de moed erin en ziet nog mogelijkheden. Nou, ik vond dat ze het heel goed deden. Ze werkten mooi samen. En het is nog even wennen aan elkaar als team. Dus de eerste wedstrijd is nu gespeeld. Dus ik verwacht dat ze alsmaar beter zullen gaan. En we gaan nu gewoon voor de winst. Dus het vertrouwen blijft? Het vertrouwen blijft, absoluut. Dus we maken er een mooie dag van. Ook de jongens zelf laten het hoofd na een verloren wedstrijd nog niet hangen. Deze wedstrijd was nog niet helemaal goed. Maar het strijdplan voor de volgende wedstrijd ligt al klaar. Meer overpassen. Gewoon felle drop. Ja, felle drop. En als ik moet de bal kijken als hij me vrij staat. En als je kan schieten, maak een poging. Dus de volgende wedstrijd gaan jullie winnen! De nieuwe tactiek lijkt te werken. De volgende wedstrijd wordt gewonnen. Maar voor de grote glimmende beker is het niet genoeg. Die gaat na een spannende finale naar het team van SKSG Kardingen.